En dan zijn we weer met een nieuwe NEC update. Nou, na een ruime overwinning van afgelopen zondag kan NEC eindelijk weer eens een keer omhoog kijken. NEC won met ruime cijfers 0-3 met een prachtig doelpunt van Anthony Moussaba. Daar gaan we het zo over hebben. Maar zoals ik zei, NEC kan weer omhoog kijken. En is dan de sfeer in de groep na een paar wedstrijden niet gewonnen te hebben iets relaxter? Nou, dat vroegen we aan de trainer Rogier Meijer. Ontspannen weet ik niet. Het is altijd fijn als je wint. Dat is altijd prettig. Dat komt op het goede moment. Uiteindelijk, wat je zegt, hebben we een paar keer niet gewonnen. En dan is het lekker dat je wint. Dat geeft altijd een goed gevoel gedurende de week richting de volgende wedstrijd. Je hebt voor de wedstrijd van Excelsior gezegd, we moeten misschien iets meer het geluk zoeken. Hè? Wat meer op goal schieten, maak ik daar dan uit op. Is dat een beetje gelukt volgens jou? Nou, goal schieten heb ik volgens mij niet gezegd. Ik zei ook dat we meer de voorzet moesten spelen. Dat ik zei dat we de bezetting al wat beter voor elkaar hadden. Alleen niet altijd de juiste kwaliteit daarin hadden. Maar ja, uiteindelijk hebben we daar zeker één goal uit gemaakt. De derde was een schot en de tweede was denk ik prima gedaan van Souf. Ja, dus uiteindelijk heeft het ons wel iets meer opgeleverd. In ieder geval was het rendement hoger. Ja, iemand die deze wedstrijd zeker opviel, we noemden het net al even, was Anthony Moussaba. Hij maakte werkelijk een prachtig doelpunt. En daarmee laten zien wat hij in huis heeft. En dat mag ook wel een keer, want het wil voor de rechtsbuiten nog niet zo heel erg vlotten bij NEC dit seizoen. Ja, klopt. Kijk, ik zeg eerlijk, ik heb ook de afgelopen wedstrijden bijvoorbeeld hebben we met de rode kaart gespeeld. En de andere wedstrijden heb ik niet op mijn positie gespeeld. Dus ik kom het best vanuit rechts. En ik denk dat ik nu gewoon wat losser kom. Dat ik losser ben geworden. Dus nu zit ik gewoon in een flow dat ik daarin door moet gaan. En dan kan ik gewoon het beste uithalen als ik ook op rechts buiten speel. Dus ja. Want je hebt ook een paar keer op links gespeeld volgens mij. Dat is niet helemaal jouw plek dan? Nee, dat is niet mijn plek. Dat is niet waarin ik me het beste uit kan halen. Ja. En waar liggen nou bij jou ook een beetje nog de verbeterpunten? Wat wil je nog bereiken nu de komende maanden bij NEC? Ja, ik denk eerst dat we gewoon... ik wil gewoon een groot aandeel hebben aan het succes om de play-offs te halen. Dat is gewoon mijn belangrijkste doel. En voor de rest, als aanvaller zijn er natuurlijk dingen dat ook komt kijken. Je moet natuurlijk gewoon belangrijk zijn voor het team. Dus daar heb ik ook mijn focus op. Maar als eerst gewoon met NEC gewoon onze doel halen, de play-offs. Ja, genoeg over het duel van afgelopen zondag. We gaan nu vooruitblikken naar het duel van morgen tegen FC Volendam. Hier in de eigen Goffert. De ploeg van Jan Smit komt op bezoek. NEC won eerder met 1-4 van de Volendammers. Dat was speelronde 2, lang, lang geleden. Maar toen vroeg ik Rogier Meijer naar zijn favoriete nummer van Jan Smit. Hij had er toen geen antwoord op. Maar we gaan eens even kijken of hij het inmiddels wel heeft. Nee. Nog niet, maar er schiet me maar één te binnen. Dat is als de morgen is gekomen. Dus dat komt wel... Aardig uit, denk ik. Schrijf die gewoon op. Ja, doe maar. Okay. Goed, Volendam dus de tegenstander morgen hier in het Goffertstadion. En Volendam is een ploeg die toch wel aardig doet sinds de jaarwisseling. Ze pakte al 14 punten sinds de herstart van de competitie. En dat zijn er al 4 meer dan NEC. Nou, waar moet NEC dan voor oppassen tegen Volendam? En waar liggen de kansen voor de Nijmegenaren? Ze hebben volgens mij 7 wedstrijden, 13 punten na de winter. En ze zijn natuurlijk op een iets andere manier gaan voetballen. Iets meer zekerheid ingebouwd met 5 verdedigers. Nou, dat heeft ze in ieder geval opgeleverd dat ze in een aantal wedstrijden wat minder goals weggeven. Nou, en in de omschakeling hebben zij ook spelers die snel zijn. En tegenstanders hebben toch moeite tegen zo'n systeem. Dus je loopt ook wel eens uit je formatie. En daar hebben ze een aantal keren goed gedaan. En, Wat dat betreft zijn ze denk ik verder dan dat we ze in augustus treffen. Maar wat is nou eigenlijk jullie kracht voor de wedstrijd tegen Volendam? Wat zijn de punten waar NEC mee kan winnen? Ja, dat we er 1 meer maken dan Volendam. Zo. Ik ga hier niet mijn hele tactisch plan uitleggen. Dat lijkt me niet echt zinvol. Wij moeten denk ik, wat ik net zeg, wapenen tegen de omschakeling. En zorgen dat we goed aan de bal zijn, dat we kansen creëren. En als je een kans krijgt, dan moet je sneller rendement halen. Dat zie je tegen Excelsior. Dat geeft je wel wat lucht in de wedstrijd. En dat was hem alweer voor deze week. Morgen om 9:00 trappen bij de ploegen af hier in het Goffertstadion. Mocht je de wedstrijd om een of andere reden niet kunnen zien, geen zorgen. Wij zenden de wedstrijd live uit via de radio en dan hoef je niks te missen van dit duel. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe update en dan met de voorbeschouwing op het duel uit tegen Ajax. Tot dan!